is over social technologies, verwijs je graag naar internationale cases. Maar hoe zit het dan met België? Ja, eigenlijk in België is er één geweldige case en dat is de case van KBC. Die is geweldig omdat die gestart is met een beperkt aantal mensen, een 17-tal mensen. En dat heeft zich echt verspreid als een olievlek en dat is niet meer te stoppen. Wat ik ook zo knap vind aan die case van KBC is dat zij begrepen hebben dat mensen echt wel begeleiding, training nodig hebben om actief te zijn op social. En in die training hebben ze eigenlijk een antwoord gegeven op twee verschillende vragen. Ten eerste, heel sterke posts op social, hoe zien die er eigenlijk uit? Dus ze hebben die posts eigenlijk geanalyseerd, ze hebben daar patronen in gezien en ze hebben die patronen meegegeven aan de mensen. Een van die patronen is bijvoorbeeld, een goede post bevat eigenlijk maar 2 à 3 zinnen. En helemaal in het begin moet de hoofdboodschap meegegeven worden. Een tweede vraag die zij beantwoord hebben is de volgende. Hoe moeten eigenlijk leidinggevende managers zich gedragen op social technologies? Met andere woorden, hoe word je eigenlijk een social leader? En een van de antwoorden die zij daarop geven is het volgende. Je moet niet alleen reageren op posts van je eigen teamleden, maar ook op de posts van de leden van andere teams, omdat het gaat over de netwerkorganisatie.